Welkom bij een Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op de uitbreiding Stad aan het Zwin voor het spel Brugge, uitgegeven door White Goblin Games. Deze uitbreiding kun je spelen met 2 tot 5 spelers en je bent er ongeveer een uur tot anderhalf uur mee zoet. En in deze uitbreiding krijgen we 4 nieuwe modules die we toe kunnen voegen aan het basisspel, zoals een 5e speler, nieuwe acties als we aan de kanalen gaan bouwen, verbeterde acties en extra kaarten. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er precies in het doosje zit. Ook deze uitbreiding is van de hand van Stefan Veld en wij krijgen de spelregels in het Nederlands overzichtelijk weergegeven, kleurgecodeerd om de verschillende modules aan te geven en uitleg van wat deze modules natuurlijk toevoegen. We krijgen een klein speelbordje wat we onderaan het veld zetten, waarbij we dus meer kanalen kunnen bouwen en daar komen ook de verschillende boten binnen. We krijgen, zoals ik al zei, een 5e speler in de kleur zwart, nieuwe gebouwenkaarten, extra speelstukken, de boten en de beursmodule waarbij we dus verbeterde acties krijgen elke ronde. Dat is wat we krijgen. Dan laten we maar eens een blik werpen op de verschillende modules. De eerste 2 modules spreken voor zich. We hebben de 5e speler, dus we krijgen speelstukken voor de 5e speler. En we krijgen dit bord wat je bij de 5e speler nodig hebt. Dit is de startpositie voor de 5e speler, zodat hij ook zijn 2 kanalen kan gaan bouwen. De schepen doen dan in principe niet verplicht mee. Je kunt de modules zelf bepalen. Nou, met een 5e speler heb je meer speelstukken nodig, die krijg je erbij. En de andere modules zijn de nieuwe inwoners. Je krijgt gewoon 22 nieuwe inwoners, persoonskaarten, zoals we die al bekend zijn. En we krijgen een nieuwe groep en dat zijn de reizigers. Die herken je aan de term reizigers en het schipsymbool onderaan. En die zijn allemaal vernoemd naar verschillende landen. Dus dit is een Rus, een Française, een Duitse, Zwitserse, etc. De kaarten werken op zich op dezelfde manier, maar ze geven weer een paar leuke nieuwe mogelijkheden om mee te gaan spelen. Daar ga ik verder niet te ver op in, want dat is niet heel vernieuwend. Maar wat wel erg leuk is, is natuurlijk de derde module, het Zwin. En met het Zwin ga je deze schepen activeren. De derde module, het Zwin, daarbij gebruik je natuurlijk het extra bord en de verschillende boten. Die sorteer je op de ruggen en dan draai je de bovenste boot van elke stapel open. Het bouwen van kanalen wordt middels deze uitbreiding nog aantrekkelijker, want telkens wanneer je dat doet, mag je direct een bonusactie uitvoeren. En die bonusacties die veranderen natuurlijk per ronde, aangegeven door deze scheepstegeltjes. Hoe werkt deze module? Na het gooien van de dobbelstenen, na stap 1 het verdelen van de noodlotfiches en stap 2 een stapje vooruit gaan, komt er nog een extra stapje. Ik gooi de dobbelstenen en die leg ik eventjes hier gewoon op dit bordje. Dat horen ze natuurlijk niet. Maar waar je naar gaat kijken is elke dobbelsteen die een 3 of een 4 voorstelt, die zorgt ervoor dat er een schip, het bovenste schip, op de aanlegplaats komt. Dus in dit geval komt er een blauw schip in het spel. En die leggen we natuurlijk op de blauwe positie. En ik heb een bruine 4, dus er komt ook een bruin schip in het Zwin naar binnen. Schepen die op een aanlegplaats liggen, die zijn deze ronde actief en die kunnen dus door de spelers gebruikt gaan worden. Daarna draai je natuurlijk de volgende schepen weer open van de stapels die je net gebruikt hebt, zodat men ziet wat er aankomt. Wat er nu gaat gebeuren is als een speler, telkens wanneer een speler in zijn beurt een kaart speelt en daarmee de actie bouw 1 kanaal fiche uitvoert, mag hij, nadat hij die actie volledig heeft uitgevoerd, een van de actieve schepen gebruiken. En die geven natuurlijk gewoon allerlei aantrekkelijke bonussen. Je mag kiezen, het hoeft niet per se degene te zijn in de kleur van het kanaal wat je net gebouwd. Dus als ik een blauw kanaal bouw, hoef ik niet per se het blauwe schip te activeren. Ik mag gewoon een van de beschikbare schepen activeren. Om dat te doen moet ik een arbeider betalen in de kleur van het schip wat ik wil activeren. Dus laten we zeggen dat ik het blauwe schip wil activeren, dan heb ik daar een blauwe arbeider voor nodig. En dan krijg ik onmiddellijk 6 munten voor. Nou, wat geven die schepen zoal? Je kunt er arbeiders mee krijgen, noodlotfiches afleggen, een bliksempersoon activeren, dus dit symbool. Je kunt hiermee een extra actie uitvoeren en je kunt jezelf vooruitzetten op het ontwikkelingsspoor. Nou, dat staat keurig in de regels, allemaal overzichtelijk weergegeven.
Maar dat is de derde module, het Zwin. En dan gaan we nog even kijken naar de laatste module, de beurs. Deze module voegt de beurskaarten toe, alle 12, en de actiefiches. Wat deze module doet, is die gaat elke ronde één van de 6 beschikbare acties verbeteren. Maar houd er rekening mee, het aantal keer dat de actie gebruikt kan worden, wordt beperkt. Hoe gaat het in zijn werk? In elke ronde, nadat alle spelers in fase 1 hun hand hebben aangevuld, draait de startspeler de bovenste kaart van de stapel beurskaarten open. Hij legt daarop het aantal aangegeven actiefiches, in dit geval zijn het er 5. Dus we leggen er 5 actiefiches even bovenop. Daarna gaan we naar fase 2, die gaat op dezelfde manier. En in fase 3, het kaarten spelen en het uitvoeren van de acties, gaan we natuurlijk kijken naar deze kaart. Op elke beurskaart staat een actie aangegeven, in dit geval de trek 1 persoon aan actie. En die staat ook nog een keer in de vorm van een klein symbooltje aangegeven. Speelt een speler in zijn beurt een kaart en voert hij daarmee deze actie uit, dan voert hij de actie in de verbeterde vorm uit. En dat staat hier uitgevoerd. In dit geval, de eerste 5 spelers die de actie trek 1 persoon aan uitvoeren, mogen deze persoon direct eenmaal extra activeren. Deze extra activering kost niets en de persoon geldt daardoor niet als reeds geactiveerd. Dus dat is natuurlijk een mooie manier. Dat kunnen we dus in fase 3 doen. En als we in fase 4 aankomen en er liggen op dat moment nog actiefiches op deze kaart, dan worden die gewoon weggelegd en deze beurskaart wordt verwijderd. En de volgende ronde komt er een nieuwe. Dus niks geks, maar leuk dat bepaalde acties wat aantrekkelijker worden, waar mensen dus op kunnen gaan spelen. Je hebt in totaal 12 kaarten en je gebruikt de 6, dus dat weer een verrassing van wat er gaat komen. Maar dat is de vierde en laatste module, de beurs. En dat is wat deze uitbreiding toevoegt. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om stad aan het Zwin toe te voegen aan het basisspel Brugge? Ja, het is geen hele bijzondere uitbreiding. 2 van de modules, een 5e speler en de extra kaarten zijn niet echt heel erg vernieuwend in die zin dat ze niet echt hele nieuwe mechanismes naar het spel toe brengen. Ze geven wel een paar leuke nieuwe opties en als je met de 5e speler speelt heb je dus het extra bord nodig. En ook wordt gezegd dan heb je de extra kaarten nodig, dus die 2 gaan een beetje hand in hand. Maar je kunt ook zeggen ik neem alleen de kaarten. Dus die 2, ja, dat is een heel kleine module die je toe kan voegen. De 2 grote jongens, voor zover je ze groot mag noemen, die deze uitbreiding ons biedt, zijn natuurlijk het Zwin, waarbij we dus, als we kanaaltjes gaan bouwen, extra bonussen kunnen krijgen aan de hand van de schepen, waar je dus ook weer je arbeiders naartoe kan gaan halen, wat ook erg leuk is. Een leuk mechanisme, niet te gecompliceerd, aantrekkelijke acties, en die maakt het bouwen van kanalen nog net even wat tactischer en die geeft je daar weer wat meer mogelijkheden bij. Simpele module, mooi en leuk om toe te voegen. En aan de andere kant hebben we de beursmodule, waarbij we dus in elke ronde een actie hebben die verbeterd wordt, maar die een beperkt aantal keren gedaan kan worden, doordat er maar zoveel actiefiches voor beschikbaar zijn. Ook geen hogere wiskunde, maar een grappige toevoeging die gewoon weer wat leuks brengt aan het basisspel en net weer wat andere mogelijkheden biedt. Door dus die acties te verbeteren. Maar alles bij elkaar is Stad aan het Zwin geen hele bijzondere uitbreiding. Het voegt niet iets toe waarvan ik zeg, oh, dit is echt heel erg vernieuwend. Maar wat het wel heel goed doet, is een heel sterk spel zoals Brugge weer een fris leven inblazen. Het geeft nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden in de vorm van kaarten, een 5e speler, het Zwinbord, waarbij je dus weer extra mogelijkheden gaat creëren bij het bouwen van kanalen. En je kunt bepaalde acties beperken, maar dan zijn ze wel sterker. Dus wat ik zeg, de modules op zich werken prima, veranderen niet te veel aan het basisspel. En dat is op zich goed, want het basisspel is deugdelijk en prettig om te spelen. Maar dat geeft je wel weer nieuwe opties en nieuwe mogelijkheden. Is dat wat jij zoekt? Heb je in het basisspel zoveel gespeeld dat je wel toe bent aan iets nieuws? Dan is dit absoluut een leuke uitbreiding om toe te voegen. Is dat niet het geval? Nou ja, dan weet je in ieder geval wat deze uitbreiding te bieden heeft. En dan kun je daar zo voor zelf een oordeel vellen. Ik vind het in ieder geval een leuke uitbreiding. Wat ik al zeg, niet heel bijzonder. Maar het doet prima wat het moet doen. Een goed spel. Nog weer wat extra opties geven zonder afbreuk te doen aan het basisspel. En het is om die reden dat de uitbreiding van mij gewoon 3 sterren krijgt.
not Spellenzolder.